gedaan. Was dat serieus? Ja. Baat in de keel, jongens, op 25-jarige leeftijd. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van JO PeekbusinessNL. Zoals jullie kunnen zien, samen met David uiteraard op pad. We zijn de rivierplassen aan het afvissen. Vissen met de Carolina rig. We proberen eigenlijk niks anders dan hele grote baarzen te vangen. Ik heb het vertrouwen in. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat brengen. Ja, laten we hopen op een nieuw PR. We gaan het zien, hè? Yes. Veel kijkplezier, jongens. Oké, jongens, op de Carolina, gewoon langs het kantje geworpen, echt een unit. Deze kan wel inderdaad richting de 50 gaan, maar dit is echt wel mijn mooiste baas ooit qua kleurencombinatie. Super mooi goud, jullie gaan het zien. Fantastisch, hè? Kijk deze bak. Wat een unit, jongens. Moeten jullie eens zien. Wat een dikke vis, hè. Maar hij is 46 centimeter. Ik had hem groter verwacht. Vanwege de omvang. Dit is mijn hand. Je kunt het zien. Bizar. Wat de mooiste vis van de dag. Qua kleuren, echt mooi, hè. Hij beet niks, hè? Beet. Oh, had de beuk, jongen! Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik echt een prachtig dikke vis gevangen. Ik had hem eigenlijk groter geschat dan dat hij in werkelijkheid was. Maar dat kwam meer door de omvang en het gewicht van deze vis. De kleuren op de rivierplassen, hè, de kleuren van de baas, echt fenomenaal. Echt prachtig. De hele dag doen we eigenlijk niks anders en niks meer dan het vissen met de Carolina rig. Ben je nou heel erg benieuwd met wat voor materiaal ik precies vis? Heb ik hier in mijn handen. Kijk dan even onder deze video. In de beschrijving, zodat je precies kan zien wat voor materiaal ik gebruik. Ik ben ervan overtuigd dat dit een topset is voor het, onder andere het vissen met de Carolina rig. Het werkt. En dat is het allerbelangrijkste. Yes, jongens. We zijn een aantal uurtjes bezig. David en ik hebben tot nu toe 5 aanbeten gehad. 3 keer gewoon de lijn door. 2 aanbeten gewoon langs het taluut. Gewoon het gevlochten lijn door midden. En 1 aanbeet gewoon echt net boven de haak. En we zijn, we staan naast elkaar. En David zegt tegen mij, kom, nu gaan we even gefocust. Ik geef hem een box, ik had al uitgeworpen. Ik tik hem echt een paar keer. En op dat moment krijg ik een aanbeet. We hebben hem al gemeten. 43 centimeter baas. Super mooie kleuren. Kijk eens even. Hop. Op deze manier beet. Ik heb zulke koude handen. Ik voel gewoon mijn handen niet meer. Kijk eens even. Fantastisch, hè? Hiervoor doen we het. We gaan even een fotootje maken. En dan mag je weer zoals gewoonlijk terug. Kijk eens wat een prachtvis.
David, vis. Nieuw PR. Lekker man. Snoekbaas. Nee, wat? Oh! Hele dikke vis. Kijk. Oh. Hij is niet heel dik, maar wel lang. Lekker. Lekker pik. Lekker man. Lekker man. Let's measure that fish. Wat gok je? Hoe groot denk je? 50 centimeter. Ja? Hij is lang, hè?